De hervormde kerk in Rijssen op zaterdagavond. Hier was zojuist een speciale dienst ter gelegenheid van dodenherdenking. Dodenherdenking op zaterdag, niet op zondag vanwege de zondagsrust. Maar ook om de kerkgangers de gelegenheid te geven om op zondag naar de kerk te gaan. Dat heeft te maken met een gebruik wat we vanuit het verleden hebben overgenomen. Vlak na de oorlog was de eerste herdenking was ook op een zaterdag of op een vrijdag. Het jaar erop, idem dito. En wij hebben besloten als comité om de herdenking niet op de zondag uit te voeren vanwege de zondagsrust in deze gemeente. We hebben vrijdag hebben wij de herdenking gehad op de Joodse begraafplaats. Dat vanwege het feit dat normaal gesproken de herdenking vandaag zou plaatsvinden. Maar vandaag is de zaterdag, de Shabbat. En dat is de rustdag voor de Joodse gemeenschap. Vandaar dat wij verhuisd zijn van zaterdag naar de vrijdag. Meneer, dit was een herdenking. Op zaterdag had het eigenlijk niet op zondag moeten zijn. Ja, wat mij betreft niet. Ik ben voor de zondag gerust. Dus wat mij betreft is het zo goed. En waarom is dat belangrijk? Nou, zondag is voor mij belangrijk. En daar sta ik voor. Ik vind het wel goed dat het op zaterdag was. Ja, ik vind het wel heel goed op zaterdag. Ja, ja. En waarom? Nou ja, zondag is voor ons een zondag. Ja, ja. Zondagsrust, dat is belangrijk. Zondagrust, ja, we gaan wel naar de kerk, dus dan kan weer niet staan. De herdenking hier bij het oorlogsmonument in Rijssen zit erop. Maar zondag is er nog wel een andere herdenking hier in de gemeente. Namelijk op de Holteberg op de Canadese begraafplaats.